Wat wij vandaag willen gaan laten zien aan jullie is dat wij een opdracht kregen van een klant. En daar hebben we iets super gaafs voor gemaakt en dat willen we met jullie delen. En nou ja, wie zijn wij? Ik ben Christen Arendt, ik werk bij Society als cloud architect. Ik doe veel Internet of Things projecten, heb ik gedaan als developer en als architect. En zo ook bij dit project dat we gaan laten zien. En ik mag deze sessie doen samen met mijn collega. Ja, mijn naam is Sven Hansen, ook werkzaam bij Society. Actief als software architect, betrokken bij verschillende IoT-projecten. Ik ga zo meteen de demo's verzorgen. We hebben deze sessie in drie stukken gedeeld. Ik ga eerst een stukje vertellen over de situatie. Wat is nou het probleem wat wij hebben opgelost met een solution? En vervolgens gaan we een heel stuk demo's doen. Laten zien wat we hebben gebouwd en hoe we dat hebben gedaan. Welke Azure-componenten erbij komen kijken. En als laatste willen we nog even een stukje waarde doen. Dus waarom zou een manager dit nou interessant vinden om door jou te laten bouwen, zeg maar. Allereerst de situatie. Ik denk dat de meeste van jullie hebben ondertussen wel de grafiek gezien van Internet of Things met Gartner en al die miljarden devices. Die zijn de laatste 3 jaar best vaak voorbij gekomen. Dus dat weten we, hè. Heel veel devices die gekoppeld worden aan het internet. Dat is Internet of Things uiteraard. Maar wat gebeurt er nou als het internet wegvalt? Nou, het is redelijk logisch dat hoe meer afhankelijkheden je hebt van het internet, hoe groter het probleem als dat internet wegvalt. Dus als bij Internet of Things de connectie er niet meer is, dan kunnen de apparaten niet meer goed functioneren en dan heb je een issue. Nou, zo ook bij deze klant uiteraard. Maar goed, dit is wel een issue waar je iets aan kan doen, hè. Je kan je devices laten bufferen, je kan een aantal functies offline nog wel gewoon aanbieden. En daarnaast is het ook zo dat jouw klant snapt best wat internet als internet eruit ligt. Ja, dat zal niet per se aan jou liggen. Jij kan er niet voor zorgen dat heel internet het weer gaat doen. Dus het is een probleem dat internet eruit ligt. Maar je kan er wel wat aan doen. En wat ik ook aan dacht toen de klant aan ons vroeg van joh, kun je eens nadenken over wat gebeurt er nou als we een outage hebben? Toen dacht ik, ja, het is 2017, dat gebeurt toch niet meer. Maar toen ben ik eens gaan kijken en het blijkt nog best wel vaak te gebeuren dat, dat providers heel veel last hebben van een outage. Of dat zelfs een heel gedeelte van Nederland last heeft van een outage. En dan kan je wel denken, het is maar Brabant, maar goed, er wonen ook mensen en het blijkt er ook heel gezellig te zijn. Dus het is gewoon een groot probleem als je een groot gebied hebt waar geen internet meer is. Maar zoals gezegd, je klant zal jou niet afrekenen op het feit dat het internet het niet doet. Maar er is wel een punt, en het is wel interessant, en dat is, wat gebeurt er nou als internet wel weer in de lucht is? Hoe lang duurt het dan voordat jouw gebruikers weer gebruik kunnen maken van de diensten die jij aanbiedt via je devices? En want als internet up is, dat betekent nog niet dat die diensten allemaal werken. En ik heb daar een voorbeeldje van meegenomen om een beetje gevoel te krijgen wat ik daarmee bedoel. Dat is het volgende voorbeeld. Ik heb thuis zo'n Echo staan, heel veel Amerikanen ook. Ik kan er nog niet zoveel mee, want het is niet echt voor de Nederlandse markt toegespitst. Maar je ziet onderaan de slide zie je een pagina. Ik heb Bing.com ingetoetst en internet was er niet. Nou, dan krijg je dus een pagina van, joh, internet ligt eruit. Dus wij kunnen deze internetpagina niet aan je laten zien. Nou, als ik vervolgens tegen mijn Amazon Echo zeg, put milk on my shopping list. En die Amazon Echo zegt, sorry, ik heb geen connectie. Dan snap ik dat prima. Hè? Ik bedoel, en op mijn browser doet hij het niet, op mijn laptop. En dus Amazon Echo, die heeft ook geen internetconnectie. Is heel logisch. Ik zal Amazon daar ook niet op aankijken. Dus op zich, voor Amazon een prima situatie. Maar als het volgende nou gebeurt, ik ga naar Bing.com en Bing doet het gewoon. Ik kan gewoon gaan zoeken. En ik zeg weer tegen mijn Amazon Echo, put milk on my shopping list. En hij doet het niet. Ja, dan ga ik in één keer Amazon de schuld geven. Want blijkbaar is er wel internet beschikbaar bij mij thuis op devices, maar niet op het device van de leverancier Amazon in dit geval. Dus het is super belangrijk dat wanneer er een outage is geweest, dat jij al je devices zo snel mogelijk weer in de lucht krijgt. Dat is één, maar ook je functies weer kan aanbieden aan je eindgebruikers. Want die zullen het moeilijk accepteren als je er heel lang over doet voordat jij je devices het weer doet. En dat is exact waar de klant mee zat, waar wij het project hebben gedaan. En met de traditionele backends kan het best wel uren of dagen duren. Als je bijvoorbeeld denkt aan VPN-verbindingen of API-verbindingen, HTTP-calls. Ja, als je miljoenen devices hebt, dan duurt dat gewoon ongelooflijk lang. Dus je moet er goed over nadenken. Wat gebeurt er nou als ik in één keer een eigen DDoS-aanval plaats? Namelijk een miljoen devices die weer gaan reconnecten met mijn backends. Ja, dat is exact onze situatie. En dit is fout overigens.
En wat ik net zei, dat is onze challenge. Dat is ook wat we gecreëerd hebben. De klant vroeg aan ons. Wij willen ten eerste inzicht hebben in wat er gebeurt als er een outage is. En ten tweede willen we ook binnen 5 minuten. Dus creëer eerst het inzicht. En daarnaast willen we onze backend zo op orde hebben dat we binnen 5 minuten weer up and running zijn zoals voor de outage. En dan zijn we aan de slag gegaan, nagedacht over Azure, wat voor services kunnen we nou gebruiken. En aan het cloud gedeelte was dat op zich wel duidelijk, want cloud gedeelte als je de IoT up hebt, event up, dat soort services, die kan je prima schalen. Dat gaat enorm snel. Maar onze uitdaging lag bij die 1 miljoen devices. Hoe krijgen wij nou voor elkaar dat we 1 miljoen devices gesimuleerd krijgen? Dat is 1. Maar ook dat ze zo snel mogelijk tegelijkertijd connectie gaan zoeken met die IoT up. En daar zal het grootste gedeelte van deze presentatie over gaan, want de moeilijkheid en de challenge zat hem echt in het simuleren van die 1 miljoen devices. Uiteindelijk is het wel gelukt, dus dat geef ik jullie vast mee na deze sessie. Het is gelukt. Hoe we het hebben aangepakt is als volgt. We hebben gekeken van welke services kunnen we nou gebruiken om de devices te simuleren. En we hebben binnen het team een aantal mensen is zelf iets gaan onderzoeken, zeg maar, parallel aan elkaar. En de eerste dienst die we onderzocht hebben is Service Fabric. Service Fabric is een containerachtige oplossing binnen Azure. Iets abstracter dan echt container, maar wel hetzelfde model. En je kan 3 zaken doen binnen Service Fabric. Je kan ervoor kiezen om een bestaande executable, dus een bestaand bestandje of programmaatje wat je al hebt, te laten runnen in Service Fabric. En dat kan je dan enorm schalen uiteraard. Tweede is, je kan zelf een service bouwen in Service Fabric. Of je kan een actor bouwen. Het is wel zo dat wij hadden al een simulated device gemaakt eerder in het project. Dus voor ons was die simulated device die we al hadden draaien in Service Fabric de meest eenvoudige eerste stap. Nou, dat hebben we geprobeerd. Alleen het was enorm lastig om 1 miljoen devices parallel te simuleren. Ook al hadden we al een executable die dat voor 1 device kon binnen Service Fabric. Zo, optie 2. Hier heb ik het nog over. Binnen Service Fabric is het enorm lastig om een bestaande executable 1 miljoen keer naast elkaar te draaien. Dus de volgende stap was om de andere opties binnen Service Fabric te onderzoeken, de actor of de service. Maar daar is een nogal steile learning curve. Dus daar zijn we mee begonnen. Maar ook dat was heel erg lastig om ze parallel te draaien ten eerste. En ten tweede waren we nog met 2 andere opties bezig die toch iets sneller gingen. Dus tot zover was Service Fabric. Het tweede is, we hebben heel veel samengewerkt met Microsoft. En Microsoft vond dit ook wel een interessant onderwerp. Hè? Want er waren meerdere klanten die hiermee zaten. Dus bij Microsoft zijn ze zelf aan de slag gegaan met Kubernetes. Nou, dat hebben we gedeeltelijk samen met hun gedaan. Maar ook hier kwam het probleem weer aan de orde. Hoe ga ik nou al die services en al die acties parallel uitvoeren? Het moeten er gewoon 1 miljoen binnen 5 minuten zijn, minimaal. Want anders kunnen ze ook niet binnen 5 minuten connecten. Nou, en ook met Kubernetes was dat enorm lastig. En daarnaast is het ook zo dat met Kubernetes, dat is ook een containeroplossing. En bij een containeroplossing moet je gewoon heel veel zelf regelen op je virtuele machines. Dus daar ben je best wel wat tijd aan kwijt. Nou, de optie 3 die we parallel dus onderzochten is Azure Batch. En Azure Batch, dat is een service van Azure waar je, ja, de naam zegt het al, in batches enorm veel acties kan uitvoeren. En daarnaast is het best wel een PaaS-oplossing, dus je hoeft niet al je VM's zelf te gaan regelen hoe die in elkaar moeten zitten. Dus dat hebben we ook geprobeerd. En hier ging het wat sneller mee. We moesten wel wat oprekken aan limieten, daar zal Sven zo nog wat over vertellen. Maar uiteindelijk lukte het hier wel mee. We begonnen natuurlijk met 20.000 devices om te kijken hoe snel dat ging. Nou, dat lukte redelijk snel. En die hebben we opgeschaald. En uiteindelijk is dit een service waar we vol de diepte in mee zijn gegaan om die 1 miljoen devices te simuleren. Dus dat over het voortraject. Uiteindelijk zijn we bij Azure Batch uitgekomen. Nou, voordat Sven straks allemaal ingewikkelde spullen gaat laten zien, wil ik eerst even kort de stappen doornemen van de solution die we nou gebouwd hebben. Want we hebben dus te maken met Azure Batch als service. Die gaat de simulated devices voorstellen. En het tweede is dat de IoT Hub is verantwoordelijk in de cloud voor de registratie van de devices, maar ook voor het berichtenverkeer. Dus we hebben aan de ene kant Simulated Devices Batch, die gaan connecteren met de IoT Hub. Nou, om dat te doen moeten die devices eerst bekend zijn in de IoT Hub. Dus voor onze testopstelling hebben we eerst 1 miljoen devices geregistreerd in de IoT Hub. Dat is 1. Tweede wat we hebben gedaan is dat we weer die devices ook hebben geëxporteerd. En vervolgens hebben gesplit in bestanden. En elk bestand stelt een aantal devices voor. Dus je kan bijvoorbeeld 1000 bestanden laten splitten in elk
1000 devices. Dus dan als je dat bestand opent, dan zie je op een regel zie je een device ID staan, key en alle zaken die je nodig hebt om te connecteren. Nou, vervolgens gaat er een Azure Batch gaat er een proces runnen. En die pakt per virtuele machine wordt er een bestand opgepakt en die gaat al die simulated devices gaat die uitvoeren. En vervolgens gaan ze allemaal parallel die berichten versturen naar de IoT-hub. Nou, dan is de test geweest. Maar dan weten we eigenlijk nog niks, want we willen ook wel inzicht hebben wat er nou gebeurd is. Dus dat is de laatste stap. Dan gaan we vanaf de IoT-hub richting Stream Analytics en Cosmos DB. En als laatste in Power BI lezen we de data uit en hebben we onze resultaten. Nou, dat is de oplossing waar Sven de diepte mee gaat. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Jullie ook? Dankjewel, Chris. Nou, we beginnen met het registreren van 1 miljoen devices. Dat kun je op twee manieren doen in IoT Hub. Je kunt stuk voor stuk kun je ze aanmaken. Er is ook een bulk methode om dat te doen en die gaat sneller en efficiënter. Hoe werkt zo'n hoe doen we dat zo'n bulk aanmaken? We hebben een console applicatie gemaakt. Die lust gewoon 1 miljoen keer door een lusje heen. Schrijf voor 1 regel weg. Oh, pardon. Zo beter. Dus we hebben een console-applicatie. Die maakt een lusje, die schrijft naar een bestand 1 miljoen regels weg. Elke regel stelt 1 device voor. Die wordt vervolgens geüpload naar de blob storage. En als die blob storage als die binnen is op de blob storage, dan kan IoT Hub kan hem gaan inlezen en vervolgens de devices gaan aanmaken. Wat er nog van belang is om te weten, als je 1 miljoen devices gaat exporteren, dan zit er standaard een limiet van 500.000 devices op IoT Hub. Dus dat gaat nog niet lukken. Je moet dan een supportverzoek indienen bij Microsoft om het limiet omhoog te gooien. De tweede stap is waar je om moet denken is, IoT Hub heeft verschillende sizingsmodels. Je hebt een S1, maar ook een S2 en S3. Een S3 kan veel meer gegevens aan. En als je met 1 miljoen devices berichten gaat verzenden, dan heb je ook een S3 nodig. Kleine aandachtspunt hierbij is, een S1 kost maar €40 per maand, een S3 kost €4.000 per maand. Dus het is wel spelen met geld waar je op dat moment mee bezig bent. Ik ga even de portal laten zien wat we dan bij IoT Hub zouden instellen. Ik heb hier een IoT Hub, heb ik aangemaakt voor deze demo. Als je dan gaat naar de pricing en de scale, dan kun je hier dus dan kiezen voor de S1, S2 of S3. En dan zie je ook hier onderin zie je de prijzen staan, als die uitgeladen is, wat het dan per maand kost. Wat we meestal doen, we zetten hem op S3 en vervolgens als we klaar zijn, zetten we hem weer terug op S1. Het is niet mogelijk om hem terug te zetten naar free, dat gaat maar één kant op. Dan ga ik naar Visual Studio. Laat ik de console-app zien die ik zojuist liet zien in het schema. Pardon. Hier is de console-app. Hier hebben we die lus waar ik het net over had. Ik heb hem voor deze demo even op 6000 gezet, anders duurt het wel heel lang om 1000 stuks aan te maken. Hier geven we een ID mee. Daaronder geven we de key mee. Die wordt dan gegenereerd op basis van de NuGet package Microsoft Azure device. Dan maak je daar gewoon gebruik van de SDK. En hier geven we nog de import mode mee. Hij komt in een bestand te staan. Je kunt dezelfde actie eigenlijk ook gebruiken om alle devices weer te verwijderen. Alleen door middel van een property in die regel geef je aan of een create of een delete is. De volgende stap is dat we hem dan wegschrijven naar een blob storage. Dat gebeurt in deze regels. En hier starten we de job op IoT Hub van oké, importeer nou die lijst met devices die ik heb staan op mijn storage container. En geef tevens ook een plek aan als er eventueel een fout optreedt bij het importeren waar je dat error log neer kan schrijven. Dat is wat in dit stukje gebeurt. En hieronder hebben we een lusje.
Die vraagt iedere keer de status van de job uit. Van oké, wat is nu je status van het aanmaken? Zodat we weten als dat die klaar is met het aanmaken van devices. Dus nog één keer teruggaan naar de portal. Ik wil nog even laten zien dat we hier op dit moment... Oh, dat was iets te enthousiast. Onderin 0 devices hebben staan. Ga ik de demo runnen. Dan zie je zo meteen dat hij gaat wegschrijven naar de Blob Storage. Daar is hij mee klaar. Als ik nu naar de Storage Explorer zou gaan. Ik zou hier klikken. Dan zie je ook 13 oktober, iets over 4, dat hij heeft aangemaakt. Nou, dat bestand ziet er als volgt uit. Hier die ID van 0 tot en met 1 miljoen dat we hem aanmaken. Import mode create. En daar een stukje aan het eind zien we de key staan die voor dat device geldig is. Onderwel is de import klaar van de console applicatie. Als we dan vervolgens weer naar de IoT app gaan. En we verversen deze blade. Dan zien we helaas geen 6000 staan. Het duurt namelijk even voordat alle devices zijn aangemaakt. Zouden hier zo meteen terugkomen, dan staan er wel 6000. Dit tot zover het aanmaken van 1 miljoen devices, hoe we dat hebben aangepakt voor deze case. Dan komen we aan bij het aanmaken van de bestanden die door de virtual machines worden gebruikt zometeen. We hebben ervoor gekozen om dat weer eerst opnieuw uit IoT op te halen. Stel dat toch op andere manier nog devices zijn toegevoegd, hebben we in ieder geval wel de hele set voorhanden. Eén zo'n bestand wordt zometeen door zo'n virtual machine gebruikt om te gaan verwerken en de devices op te starten en een bericht te versturen naar IoT op. Hiervoor hebben we ook een console-applicatie gemaakt. Deze even sluiten. Dat is dit project. Hier zie je op deze lijn, op de console-applicatie, zie je een gelijkwaardige codelijn als net bij het aanmaken van het device. Alleen staat hier export van de devices. Ik ga nog heel even terug naar de slide deck. Besef ik me nu, ik wil nog heel even toelichten hoe we dit hebben gedaan. Hier hebben we dus inderdaad weer een console app gemaakt. Starten we de blok operatie naar IoT Hub. Die zet hem naar de Blob Storage toe. En de console applicatie die downloadt hem vervolgens weer naar de console app. En daar hebben we een lusje lopen. Die vervolgens zorgt dat hij naar al die bestanden lokaal op je schijf of elke andere locatie die je opgeeft. Om daar naartoe weg te schrijven. Die we dan vervolgens later kunnen gebruiken tijdens Azure Batch. Op deze lijn in Visual Studio, regel 39, gebeurt dan die export van de devices naar de storage container. Storage. Hier hebben we de wegschrijven naar het bestand. Hier op deze regel geven we aan hoeveel devices in één bestand zitten. We doen dat in een array, omdat we toen aan het proberen waren, wisten we niet of we 200 devices in één bestand wilden hebben of 1000 devices. Aangezien het uploaden naar de Blob Storage en het downloaden wat tijd kostte, hebben we op deze manier wat efficiënter gemaakt. Stel dat we deze nu zouden laten lopen, dan zou het resultaat zijn na het lopen dat we hier allemaal mapjes hebben met de devices verdeeld in verschillende bestanden. Als we het voor per 1000 in één bestand hadden gekozen, dan zou je hier dus een heleboel bestanden zien. En hoe ziet dan zo'n bestandje eruit? Heel simpel, alleen ID en die key, dat is ook even wat we zo meteen nodig hebben tijdens het runnen van Azure Batch. Dan komen we aan bij de Simulate Device, wat we zo meteen nodig hebben op Azure Batch. Die gaat zo meteen het bericht versturen. Maar we willen meerdere devices op een virtual machine laten runnen. Dus we hebben ook een orchestrator nodig die dat gaat aftrappen voor ons. Simulate Device die kan command line argumenten ontvangen. En die command line argumenten geven het ID en de key mee. Zodat hij daarmee verbinding kan maken met de IoT Hub.
En voor ons is een device connected op het moment dat het voor hem lukt om een telemetrie message te verzenden. En dat hij dus ook zonder een exception terugkomt. Als we dat 1 miljoen keer kunnen doen voor verschillende devices, dan zou onze test gelukt zijn binnen 5 minuten natuurlijk. Hebben we de orchestrator. Die trapt zometeen die similar device aan die ik net liet zien. Die lust door het bestand heen wat we in de vorige stap hebben aangemaakt. En als daar 1000 devices in staan, dan zou die 1000 keer een simulated device aftrappen. De orchestrator krijgt ook nog een command line argument mee dat hij aangeeft hoeveel devices mogen tegelijkertijd op die virtual machine in de lucht zijn. Kan je voorstellen als je zometeen een D2 hebt, die gaat 1 keer 1000 devices opstarten, dan slaat hij een beetje vast en dan krijg je andere troubles. Daar was ook voor ons mee spelen, vandaar dat we ook met command line argumenten daarin werken. Ik wil even kort laten zien hoe zo'n simulated device eruit ziet in Visual Studio. We hebben hier ook wederom een console applicatie. Deze simulated device kan wat meer dan alleen het verzenden van telemetrie messages. Hierboven staan ook nog andere dingen zoals ontvangen van Direct Matters. Maar voor deze test hebben we alleen dit aangezet. En hier hebben we 1 coderegel. Die het verzenden van een bericht doet wat we daarboven in de code hebben aangemaakt. Als dat lukt, is voor ons de test geslaagd, dan weten we dat hij verbonden is. Dan hebben we dan ook de orchestrator. Die staat hier in de solution, eronder. Die leest op deze regel het bestand in met al die devices wat we in stap 2 hebben aangemaakt. Dan hebben we hier wat logica zitten. Om ervoor te zorgen dat maximaal het aantal instanties in de lucht houdt wat op zo'n virtual machine hebben aangegeven dat er mogen, bijvoorbeeld 20 stuks. En hier in dit stukje start de orchestrator start hier het simulated device op met verschillende argumenten. Hier zie je bijvoorbeeld staan streepje ID, hier wordt het ID van het device meegegeven en daarachter de key. Die komen dus uit het bestand wat hij heeft ingelezen. Hoe groter de VM zo meteen gaan definiëren in RCBS, hoe meer tegelijkertijd je zou kunnen runnen. Dan komen we bij RCBS. Hoe kun je RCBS configureren? Als je op de site van Microsoft kijkt bij RCBS staat dat het een platformservice is voor het efficiënt uitvoeren van grootschalige en parallele toepassingen in de cloud. Grootschalig, 1 miljoen. We willen ze tegelijkertijd laten uitvoeren, dus dat is parallel. Dat was voor mij in ieder geval de trigger geweest om naar deze oplossing te kijken. SBS bestaat uit verschillende onderdelen. Heeft dan eerst een storage account nodig. Een storage account heeft u nodig om als application, om de applicatie, de SIM device en de SIM device orchestrator te uploaden. Om vervolgens later te distribueren over alle virtual machines die heeft aangemaakt. Daarnaast heeft hij ook nog een container nodig voor dat bestand met al die devices erin. Dat is wat bij nummertje 3a staat. Die worden soms ook allemaal verdeeld naar de juiste virtual machine. Dan hebben we onderin, zien we bij SFBed zien we de pool staan. Een pool is eigenlijk niks dan een collectie van allemaal virtual machines van hetzelfde type. Een pool wordt een job gekoppeld. En die job is eigenlijk daadwerkelijk de taak die gaat uitvoeren. Dus het opstarten van die SIM device orchestrator, die vervolgens alle SIM devices aftrapt. Die job, die taak is allemaal van hetzelfde type dus. Op het moment dat je die taken toevoegt aan die job, begint het ook daadwerkelijk te lopen op een RCBatch. Wat we verder nog hebben is het monitoren. We gaan die job die we hebben afgetrapt, die gaan we monitoren. Dan gaan we kijken iedere keer wat de status daarvan is. Ga ik in Visual Studio laten zien hoe dat dan eruit ziet, maar we beginnen eerst met de portal. Ik wil in de portal laten zien hoe je een application kan uploaden. Als je naar SBS toe gaat die ik eerder heb aangemaakt. Je scrolt naar onderen, zie je applications staan. Dan zie je 2 applications staan die we hebben geüpload. Deze worden zometeen dus verdeeld over alle virtual machines die we gaan aanmaken.
Dan over naar de pool kijken. De pool is zometeen dus een verzameling van feutomachines. Stel dat we een nieuwe pool zouden aanmaken. Wat dan even interessant om naar te kijken is de node size die je kan kiezen. Hier zie je dus al een paar feutomachines staan. Hier kun je eigenlijk bijna alle feutomachines kiezen die je normaal gesproken ook zou kunnen kiezen. Als je gewoon bijvoorbeeld los van Azure Batch 1 zou willen aanmaken. Wat nog van belang is om te weten bij Azure Batch is, maximaal krijg je maar 20 cores tot je beschikking. En 20 cores, dat zijn 10 D2 machines of 1 D5 machine. Als je zo'n grootschalig iets als dit wil doen, heb je minimaal 2000 tot 4000 cores nodig. Dat betekent dat je een verzoek indienen bij Microsoft, of je dat wil of ze willen ophogen. Doorgaans doen ze daar niet moeilijk over. Ook hier is van belang weer, net als bij IoT Hub, als je dit laat branden een poosje, 1000 feutomachines, en je hebt geen limiet op je account zitten, dan kan je creditcard aardig gecharged worden. Of je baas wordt boos of een andere constructie. Dus ook hier, pas op wat je doet. Weet waar je aan begint. Komen we aan in Visual Studio, dat wil ik even laten zien. Hoe die pool wordt aangemaakt en dergelijke. Ook dit is een console applicatie. We hebben eerst een eigen class aangemaakt met wat properties. Hier heb je staan hoeveel bestanden gebruikt moeten worden. Dat doen we tijdens het testen. Je wilt niet meteen beginnen al 1000 machines opstarten. Zo kun je op deze manier gewoon 2 machines even opstarten om de eerste test te doen. Number of nodes, nou, dat betekent dus 1000 feutomachines. En hier geef je aan wat voor grootte van machine je wil gebruiken. Tijdens onze test kwamen we erachter, 1000 machines van het formaat D2 kunnen we in 5 minuten de boel voor elkaar krijgen. En als laatst het pad naar de bestanden die we in stap 2 hebben gemaakt, dat je die hier kan vinden. Dan begint hij, als we dit laten lopen, met het uploaden van die bestanden. Dus het zou in dit geval 1000 bestanden zijn die worden geüpload naar de storage account. Die later dan weer over de virtual machine wordt gedistribueerd. Dan gaan we hier de pool aanmaken. Nou, we hadden aangegeven D2, 1000 nodes. Dus in dit stukje code gaat hij de pools aanmaken. En hieronder gaan we even wachten tot hij klaar is met het aanmaken van al die virtual machines. Dat kan soms wel een kwartier tot 30 minuten duren voordat hij alles heeft aangemaakt. En we willen dat die pas start als alle feutomachines zijn aangemaakt, want dan hebben we een eerlijke verdeling om te kunnen meten om dat binnen 5 minuten de boel is geconnect. Dan vervolgens gaan we een job aanmaken, dat gebeurt hier. En aan de job gaan we taken toekennen. En als we dan eens kijken hoe zo'n taak wordt toegekend. Dan zien we hier een voor each lus. Hier lust hij door die 1000 bestanden heen die we eerder hebben aangemaakt. En geeft hij aan van, oké, ik wil dat je het SimDevice Orchestrator.exe gaat uitvoeren. Wat we eerder als application hebben toegekend aan Azure Batch. Op het moment dat je deze actie uitvoert, dan begint de taak ook daadwerkelijk te lopen op de feutomachine. Dan wordt hij toegekend aan de feutomachine en daar uitgevoerd. Als we deze dan allemaal hebben toegekend, als dat lusje klaar is met al die 1000, door die 1000 bestanden heen, dan hebben we hier weer een monitoring taak. En hier polt iedere keer weer de status van die job, van hoe ver ben je nou met al die taken te verwijderen. Zometeen laat ik een filmpje zien en dan zullen we zien hoe dat eruit ziet. Hieronder, waar ik de breakpoint heb staan, misschien wel een van de belangrijkste operaties, het weer opruimen van wat je hebt aangemaakt. Dus hier verwijder je alle jobs. En de meest belangrijke is deze, punt op 235, het verwijderen van de pool dat alle feutomachines die je hebt aangemaakt ook weer verwijderd zijn. Onze ervaring is dat dit meestal ongeveer een half uur tot drie kwartier loopt. Het kwam geloof ik uit rond tot €300 per keer om dit te laten lopen. Om deze demo nu echt te laten runnen, dat zou te lang duren. Dus ik heb een klein filmpje gemaakt hoe dat er versneld uit zou kunnen zien. In de portal heb je een heatmap, daar zie je hoeveel nodes je hebt aangemaakt. En dat zijn allemaal vierkante blokjes, dat zul je zo meteen in het filmpje zien.
En die krijgen kleurtjes afhankelijk van de status die ze hebben. Hier zie je dat de bestanden worden nou geüpload naar de storage account. Dat zijn in dit geval, wij spreken, 1000 bestanden. Als dat klaar is, gaat hij de pool aanmaken met die virtual machines. De donkerblauwe, dat zijn degenen die op worden gestart. De grijze zijn die op dat moment idle zijn, dus eigenlijk al klaar zijn om te verwerken. Dat kan enige tijd duren. Nou, als alles grijs is, dan is dat klaar om de taken te gaan toevoegen. Als de taken worden toegevoegd, zie je alles in één keer groen worden. En dan zijn dus die taken aan het uitvoeren. De eerste 3 minuten zie je doorgaan zodat alles groen blijft. Of het gros groen blijft. En de laatste 2 minuten zie je steeds minder dingen groen worden. En dan zie je dat als goed is, aan het eind alles weer netjes grijs is geworden. Dan heeft hij 1000 taken keer 1000 devices, dus 1 miljoen devices, binnen 5 minuten geconnect. Op dat moment hebben we dus 1000 berichten verstuurd naar IoT Hub. En daarna moeten we de berichten gaan verwerken. Om daadwerkelijk ook te weten, hebben we het nou echt inderdaad binnen 5 minuten verstuurd. Nogmaals, denk om de kosten als je dit in het echt gaat doen, want het kan een duur geintje worden. Chris gaat ons nu wat vertellen over hoe we deze resultaten, die berichten, hoe we die hebben, als we die hebben verzonden, hoe we die verder hebben verwerkt. Ja, dankjewel Sven. Super. Dan hebben we dus het vetste hebben we al gehad, alleen we hebben nog helemaal niet kunnen zien wat we er nou uit kunnen halen. Het inzicht is er nog niet. Dus dat is ook wel nodig, om je manager ervan te overtuigen dat het echt werkt. En ook daar hebben we, binnen Azure zijn er verschillende functies en services voor die heel erg goed te gebruiken zijn. Stream Analytics kan je direct gebruiken op de IoT Hub. Binnen Stream Analytics kan je een input uitgeven en een output opgeven. Als input kan je gewoon de IoT Hub neerzetten. En als output hebben we in dit geval Cosmos DB gekozen. En via Power BI kan je weer prima data sources vanuit Cosmos DB gebruiken om een mooi plaatje ervan te maken. Nou, het plaatje wat wij eruit hebben kunnen halen is het volgende plaatje. Wat we hebben gedaan, uiteraard wat meer plaatjes, maar dit vond ik de mooiste, dus die hebben we meegenomen. Wat je hier ziet is dat elke balk stelt 1 minuut voor. Dus de eerste balk is de eerste minuut, de tweede minuut. En je ziet precies hoeveel bestanden er in die minuut zijn geconnect met de IoT Hub. En dan zie je dat de eerste 3 minuten de meeste bestanden al zijn geconnect. Na de 4e minuut komen we al richting de 800.000-900.000. En in de laatste minuut worden er ook nog een aantal geconnect. Maar dit komt dus ook overeen met de heatmap die we net zagen. Dat je aan het begin echt alles groen hebt. En na 3 minuten begint het iets minder groen te worden. En na 4 minuten zie je dat het meestal echt geconnect zijn. Dus dit zijn de uitkomsten. Er zijn een aantal die nog wat zijn blijven hangen. Maar goed, 1k op 1 miljoen. Dat valt best wel mee. Solution is helemaal rond. Wat is hier nou de waarde van? Hè? Wat heb je nou? Want het is heel erg tof om honderden euro's in een half uurtje te verbranden in Azure, maar kunnen we er ook waarde uit halen? Nou, het begin al een paar dingen genoemd, maar wat de 3 belangrijkste zaken zijn, sowieso, punt 1 is inzicht. Op het moment, en dan ga ik weer even terug naar het vorige plaatje. Oh. Naar dit plaatje. Bij elke service zijn er een aantal timestamps die je kan opgeven. En op het moment dat je die vervolgens inzichtelijk maakt door middel van Power BI, dan weet je dus precies in jouw solution wat er op welk moment gebeurt als er dus 1 miljoen devices zich gaan connecten. Nou, dat inzicht is echt super belangrijk om ook te vinden waar je bottlenecks eventueel zitten, als je die hebt. Nou, het tweede is dat automation. We hebben nu een aantal zaken handmatig gedaan, maar als we die nog automatiseren, dan kan je dit zelfs in je CI/CD pipeline misschien opnemen. Dat je 1 keer per maand checkt hoe jouw solution ervoor staat, wanneer er 1 miljoen devices in 1 keer gaan connecten. En als laatste de complete solution. Dat noemde ik aan het begin ook al een beetje. Maar de IoT Hub hoeven wij niet te bewijzen. Hè? Want je kan gewoon naar de documentatie van Azure toe en dan zie je precies hoeveel devices er geregistreerd en geconnect kunnen worden per een bepaalde tijd. Maar wat het interessante is dat je de services erachter gaat checken. Hoe lang duurt het voordat er een service weer een bericht teruggeeft? Of wanneer de device, noem eens wat, buienradar weer kan laten zien na een outage. Dat zijn de zaken die waardevol zijn. En met deze solution kan je erachter komen. En dat is ook het grootste punt wat we willen meegeven. Wat voor de klant die deze vragen ons stelde ook het allerbelangrijkste was. Deze solution draagt eraan bij dat de customer experience verbetert voor onze klanten. En dat is het allerbelangrijkste doel. En dat is wat we vandaag wilden delen met jullie. Nou, bedankt dat jullie hier wilden zitten. En
goed weekend alvast.